Goedemiddag allemaal. Het is weekend, jongens. Sorry dat ik even niet meer gevlogd heb. Oh, wat een schande. Goed. Ja, misschien praat ik nu. Ik was erg druk afgelopen week. Heel druk in mijn kamer en werk en zo. En mijn haar is ook een lekker gegroeid en lekker vol. En stoppie. Ja. Ik heb mijn armbandjes om. Leven is goed. Ik ga even rustig zitten, ga ik je wat vertellen. Zal ik het overhanden? Ik heb vanavond voor het eerst met een spuit. Een tijdstander gespoten over de plein met de bonte koe. Ging super goed. Ging heel goed. Alleen, ik heb wat veel te leren met het werk. Om goed te luisteren naar boema's. En gewoon mijn ding te doen. En gewoon, gewoon zorgen dat het gewoon goed komt met het werken. Nee, ik ga rustig zitten, ga het rustig vertellen. Weekend, hey. Ik heb lekker gewerkt deze week, ik ben de afgelopen dagen offline geweest, omdat het internet slecht was en mijn telefoon moest opladen en ik had gewoon weinig bereik. Dus vandaar dat ik laat vlog nu. Ik ga proberen elke dag vanaf deze week elke dag te vloggen. Ik zie waar het strip strand, dat lang nog, vorige week niet, maar dat komt wel goed. In ieder geval, ik ga elke dag vloggen en beatboxen en zo. Soms zal het niet lukken, soms ben ik overkouden. Ik heb nou een vieze afs in mijn mond, dus ik ga vanavond even sinaasappels eten. Gewoon dat kan. Rustig gaan en zo direct lekker eten. Ik ga vanavond kort. Ik ga vanavond weer beatboxen. En de muziek draaien en zo. Dus de kamer opruimen moet ook gebeuren. En voor de rest heb ik een hele fijne week gehad. Ik heb goed slapen. Fijne gesprek gehad met begeleidster en lekker in bad gezeten woensdag. Want toen had ik gevlogd, volgens mij gisteren of eergisteren. Ik weet het even niet meer, denk ik. Eergisteren, denk ik. Ja, eergisteren. Dus was wat chill. Daar moest ik voor de laatste vlog. En gisteren heb ik zo'n Robinson gekeken. En vandaag voor Thomas met de koffie en slaapjes en zo ging super goed. Het was ook heerlijk weer om te werken buiten. En nu is het al minder regen. En ja, ik wil gewoon jullie uitdagen om gewoon positief te blijven in deze tijd. Respect voor de medemens te hebben en gewoon door te gaan met alles, met werk, school, studie en alles. Het gaat echt hard de tijd, het gaat niet normaal hard. We pakken goed onze rust, ik pak ook goed mijn rust. Ik heb nog het leukste meedelen. Ik ga morgen geen gezeid doen met mijn vriendin. Superleuk, super gezellig. Ik kan morgen uitslapen. Vanavond is op tijd slapen, dat ik morgen uitgerust ben. En ik ga van natuurlijk bij mijn ouders logeren, ook wel een keer leuk. Ook een thuis een keer vloggen met mijn ouders, ook wel een keer gezellig. En voor de rest heb ik met je hoofdpijn, een beetje druk in mijn hoofd. En mijn baard is goed gegroeid en gewoon vaste dingen eigenlijk. Zondag ik wat koffie doen met Rob, mijn oom. Super gezellig, super leuk. En voor de rest was dat een beetje mijn mededelingen. Ja, ik heb gewoon een beste week gehad, joh. Ik heb lekker geslapen, fijne week gehad. Oh, chips. Ik heb nou wat. Zijn ik dat er misschien? Moet tijd worden. Ik merk nou opeens dat er een gat in mijn schoen zit. Zo man, dat zijn hele fijne schoenen. Ja, super chille schoenen. Ik heb ze al jaren, dus het is wel tijd dat ze weer kapot gaan. Maar goed, dus dat wil ik even zeggen. Ik ga zo meteen eerst na het eten even kopjes opruimen. Morgenochtend ga ik even stofzuigen. Ik heb morgen verder geen tijd meer voor. In ieder geval een beetje schoonmaken hier, een beetje opruimen. Ik heb veel in de lucht geweest, ik heb lekker gewerkt, ik heb op tijd opgestaan. Hele week op tijd aan werk geweest, op tijd opgestaan, op tijd naar bed gegaan. Het is allemaal goed gegaan. Bijna goed. Gisteren afspraak om vriendin gemaakt over het leven en over onze relatie en zo. Hoe we het verder gaan doen en, maar goed. Ja. Tussen mijn vrienden en mij gaat goed. Een fijne relatie. Goede band met elkaar. Het gaat goed, dat wil ik even zeggen. Vrienden, abonneer dit kanaal en dan wil ik je leuk vinden. Ik zit al op 26 abonnees, dus dat is hartstikke netjes. Ik hoop het 40 te halen dit jaar. Voor de winter. Zou cool zijn. Dus like en deel met je vrienden. Vertel vrienden over hoe leuk dit vlog is. Het is gewoon helemaal origineel. Echt helemaal natuurlijk. Gewoon geen
voorstukjes, geen muziekjes, helemaal niks. Gewoon lekker dat er aan. Dat blijf ik ook doen ook. Ik ga niet editen of wat iedereen dat gaat doen. Ik ga het niet doen, dat kost mij veel te moeite. Mijn veel te sloom allemaal. Mijn veel te werk in ieder geval, dat wil ik even zeggen. Ik ga dus zoals lekker muziek draaien, lekker beatboxen. En Mystical Life Instagram, dat is ook wel leuk dat ik dat heb gedaan. Dat zou ik ook eens een keer doen. Ja. Ik noem het. Ik heb gewoon lekker gewerkt, lekker dierenzorgd. Schoongespoten alles. Schoongeharkt de boerderij. Gewoon prima gewerkt. Na een lekker weekend de maandag weer werken. Mijn oom gaat niet door, want ik moet overnachten en kan niet mee met hem. Helaas, dus dat gaat niet.